We're within the perimeter of the humongous fungus. Largest living organism. Het ziet eruit als wat schimmel op een stuk boombast. Maar wat er in de uitgestrekte bossen van de staat Washington gaande is, dat is verre van normaal. En dat kun je zien aan de dode bomen die geveld zijn door die schimmel. That's insane. Yeah, that something under the ground can be that large. And uh, continuing to to live and thrive and and uh, uh, selectively um, uh, killing trees. Wetenschapper Lori Stokes doet onderzoek naar bomen. Ze heeft gereedschap bij zich om de megaschimmel te kunnen laten zien. Dit is allemaal bark. En dit is het cambium. En dit is dat laar. Dat is wat je niet wilt zien. Right. Het zal het gewoon van veel water of nutriënten die op de tree het fungus Amillaria is 8000 jaar oud en zo groot als, nee, niet één voetbalveld, maar 1400 voetbalvelden. Het is bijna drie keer zo zwaar als het grootste dier op aarde, de blauwe vinvis. De schimmel maakt een ondergronds web van minieme draadjes waarmee het zich verspreidt. En het fungus op één boom blijkt exact hetzelfde als op een boom kilometers verderop. Dit bos trekt naast wetenschappers nu ook toeristen. Die schimmel werd lang gezien als iets hinderlijks, dat de majestueuze bomen vernielt. Maar we komen erachter dat misschien wel die schimmel juist het meest opmerkelijke is in het bos. En dat grootste levende organisme op aarde blijft groeien. Erik mouton RTL Nieuws in Malheur National Forest, Washington.